Het komt zelden voor dat voor bijstandsfraude een lange gevangenisstraf wordt geëist. Toch eiste justitie in Breda 15 maanden gevangenisstraf tegen een 54-jarige Marokkaanse vrouw die bijstandsfraude zou hebben gepleegd. Volgens justitie was het om een voorbeeld te stellen. De rechter deed vandaag uitspraak over de zaak. Nou, de rechter acht de bijstandsfraude als zodanig wel bewezen, maar komt tot een volstrekt ander oordeel. En legt de vrouw een gevangenisstraf op van 6 maanden voorwaardelijk. Dus van die straf zal ze feitelijk weinig merken, tenzij ze binnen een proeftijd van 2 jaar soortgelijke feiten zou plegen. Hoe komt het dat er zo'n verschil zit in eis en uitspraak? Nou, dat is een goede vraag, maar die kan ik niet helemaal beantwoorden. De rechtbank maakt daar niet zoveel woorden aan vuil, maar de rechtbank spreekt via haar uitspraken. En deze uitspraak is natuurlijk nogal ondubbelzinnig ten opzichte van de eis van de officier. En de eis van de officier was 15 maanden onvoorwaardelijk. Dat was toch wel een redelijk opzienbarende eis. De officier zei dat hij een voorbeeld wilde stellen. Blijkbaar heeft de rechtbank daar helemaal geen boodschap aan. En de officier van justitie zei ook dat die eis van 15 maanden op zich helemaal niet zo opzienbarend was, want dat die overeenkomstig de richtlijnen van het Openbaar Ministerie is. En dan zou je dus in gemoeden de vraag kunnen stellen, als 15 maanden onvoorwaardelijk in zo'n zaak conform de richtlijnen van het Openbaar Ministerie is, en de rechtbank komt tot een zo volstrekt ander vonnis, of het Openbaar Ministerie dan niet nog eens secuur naar haar eigen richtlijnen moet kijken.